De derde reeks van BNB Vol Liefde is succesvol van start gegaan met maar liefst 984.000 kijkers op maandagavond. Deze kijkcijfers blijven in lijn met voorgaande seizoenen. Daarnaast is het nieuwe seizoen ook op Videoland gelanceerd, waarbij de exacte kijkcijfers niet worden gedeeld. Het wordt echter verwacht dat het werkelijke aantal kijkers ruim boven het miljoen ligt. Op maandagavond werden de journaals goed bekeken, met de nadruk op het vertrek van demissionair premier Mark Rutte. Met uitzondering van de vakantieman bestaat de top 5 van best bekeken uitzendingen uit nieuwsprogramma's. Voorafgaand aan het debat over de val van zijn vierde kabinet kondigde Rutte aan dat hij niet beschikbaar is als leider van de VVD bij de aanstaande verkiezingen. Deze onverwachte onthulling verraste vrijwel iedereen en zorgde voor een onverwachte wending in het debat, waarbij de oppositie aanstuurde op Rutte's vertrek.